hoor u zeggen, we zijn goed bezig. Ik hoor Bart van Malder zeggen van de SPA, nee, deze regering is niet goed bezig. Ik vraag het aan de wetenschap, hè. Hoe maken de onderzoekers de balans op? Want jullie hebben dat rapport geschreven, dat jaarboek uit 2018. Een rapport van zowat 500 pagina's. Het is natuurlijk moeilijk om dat samen te vatten in één volzin. Maar goed, als u de balans opmaakt, zijn ze goed bezig of niet goed bezig? Het is leuk dat u aan de wetenschap vraagt om de balans op te maken. Eerst en vooral is het wel belangrijk om te benadrukken dat we dit rapport niet enkel dit jaar hebben geschreven. Wij schrijven dat eigenlijk al bijna 26 jaar lang, elk jaar. Maar dat kan u wel een evolutie zien natuurlijk. En wat we daar eigenlijk in vaststellen is dat het armoederisico, dus het aantal mensen dat onder de, of moet overleven met het inkomen onder de armoederisicogrens, stabiel is gebleven. En eigenlijk misschien lichtjes is gestegen, als we dat zo mogen zeggen, maar toch nog altijd schommelt tussen de 15% en 16% voor België. En voor Vlaanderen schommelt dat rond de 10%. Wat wil zeggen is dat dat eigenlijk, ondanks alle inspanningen, ondanks alle goodwill vanuit politici om daar iets aan te doen, dat men er toch nog altijd in slaagt om armoede terug te dringen.